Deze video gaat over zwangerschapsdiabetes. Ongeveer 3 tot 6% van de zwangeren ontwikkelt zwangerschapsdiabetes. Dit is een tijdelijke vorm van suikerziekte en gaat na de bevalling vaak weer over. Wat is zwangerschapsdiabetes nou eigenlijk? Als je eet, krijg je altijd suiker binnen in de vorm van koolhydraten. En deze wordt omgezet tot suiker in je bloed. Deze suiker heb je nodig als brandstof om na te denken, voor je spieren, voor je hersenen. En normaal gesproken regelt het hormoon insuline dat je waardes van je bloedsuiker niet te hoog wordt. En het kan zijn dat tijdens de zwangerschap dat een beetje ontregeld wordt, waardoor je bloedsuikerspiegels te hoog blijven. Een te hoog bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap kan voor gezondheidsproblemen zorgen voor je kindje. Denk aan dat je een te groot kindje krijgt, waardoor de bevalling bemoeilijkt. Het kindje heeft een grotere kans op geelzucht te ontwikkelen. En het kindje kan na de geboorte een te lage bloedsuikerspiegel hebben, wat voor complicaties kan zorgen. In het begin van de zwangerschap merk je vaak nog niet zoveel dat je zwangerschapsdiabetes ontwikkelt. Vaak kom je er pas achter bij de test bij de 24 weken. Dan heb je eerder klachten, denk aan dorst, vermoeidheid, droge tong, vaak plassen. Neem dan even contact op met een verloskundige of gynaecoloog en laat het eerder testen. Zwangerschapsdiabetes kun je gedeeltelijk voorkomen door gezond te eten en weinig koolhydraten binnen te krijgen, dus weinig suiker binnen te krijgen. Zorg ook voor dat je regelmatig op een dag eet, zodat je bloedsuikerspiegels stabiel blijven. En zorg ervoor dat je voldoende beweegt. Ook weer minimaal 30 minuten per dag en 1,5 uur per week intensieve inspanning.